de gemeente Haren en Est. Want als we Est, dan moeten krijgen nog de komende jaren. Nou, wat ik als Essenaar zou willen is dat de politiek nou, eindelijk eens een keer wat doet aan de verkeersonveiligheid in het dorp. En datgene doet wat ze in november beloofd hebben en dat nou gaan uitvoeren. En meer oog hebben voor de kwaliteit van leven in S, qua veiligheid. Dat er wat meer wordt gedaan aan de infrastructuur, bijvoorbeeld de gemiste kans met Van Kuringen, ja. Die daar weg had gekund en had gewild, door daar een echt dorpsplein te creëren. Jammer dat dat zo niet gegaan is en het zou fijn zijn dat de gemeente eens gaat kijken wat er in S echt moet gaan gebeuren. Ook al weet ik het feit dat er starterswoningen bij komen en het dorp eigenlijk gaat groeien. Ja. Dus eigenlijk ook de dorpsstatus daar even naar terugkeren, die drempels weg en veilig maken. Ja, en vooral het vrachtverkeer weg. En kondig dat al groots aan het begin van de ontsluiting van S, dat vrachtwagens de kans krijgen als ze verkeerd zitten, dat ze nog weg kunnen. En dat is meestal het probleem, dat het niet kan. Nee, dus meteen bij de A2 zo'n bocht, wat ook is toegezegd, geloof ik. Ik weet niet of dat is toegezegd, maar dat is gewoon logisch, denk ik. Ja. En het fietspad wat er nu mogelijk gaat komen, daar ProRail een stok tussen de spaak steekt door nu te gaan eisen dat er een andere spoorwegovergang moet gaan komen voor de fietsers. Ja, dat is weer de zaak afgeremmen. En het is wachten dat er vandaag morgen een keer iets gaat gebeuren met ander vrachtverkeer. En dat is gewoon jammer. S moet zich, politiek van S moet zich daarmee gaan bemoeien. Het zou fijn zijn dat we wel meer Essen bewoners in de gemeenteraad hebben. Die daar pal voor gaan staan en vanuit hun beleving weten wat er dan aan de hand is. Dat zou kunnen om bijvoorbeeld met een dorpsraad, die in Helvoort is en in Hagen is, waar in S al plannen over zijn, maar we zijn er nog niet over aangesproken om dat echt duidelijk te gaan uitvoeren. Oké, dat is het. Dezelfde vraag is net eigenlijk. Wat is jouw wens voor S de komende jaren? Wat zou hier moeten gebeuren? Waar moet de politiek aan denken? Nou, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die spelen voor S, omdat we toch een kleine gemeenschap zijn, dat we ons herkennen als S-naar binnen de gemeente Haar. En een van de initiatieven was toen onlangs een bijeenkomst was van de gemeente hier, dat was het dus het oprichten van een burgeradviesraad. Een burgeradviesraad, gevoed door S-naren, dus mensen uit S, en die dan kunnen zeggen wat er dus speelt hier. En waarom is het eigenlijk belangrijk? We zijn een aantal jaren geleden, ruim 10 jaar geleden, zijn we samen gaan met Haren. En we gaan ons steeds minder herkennen in de gemeente. Hoe dan ook. Er zijn minder echte ambtenaren in de gemeente, ook met de dienst. Ja, minder ambtenaren die binnen ervoor werken. De afstand is wat groter. Dus, en er speelt hier best heel veel. Nou, zoals? Twee korte dingen. Dat bijvoorbeeld de milieustraat. Die wordt ontzettend gemist. Dat was een van onze grootste voorrechten die we hadden. We konden heel makkelijk ons mee goed kwijt, van glas, makkelijk voor de kleding en dat soort zaken. Dat zijn we kwijt. Ja. Ook voor het groen afval. We zijn er dramatisch op achteruit gegaan. Nu moeten we dat doen bij de spar onder andere. Nou, dat is absoluut geen favorabele situatie. Je zegt het straks, er wordt niet meer gescheiden ingehaald. Er wordt niet meer gescheiden ingehaald, dus door de gemeente Haren. Wel op hun eigen milieustraat, maar niet bij het voetbalveld. Nou, als één plek ideaal was voor glas, voor groen en voor kleding, dan was het daar. Want je hebt geen last van glasbinden, je hebt minder last van rommel rond de containers. Dat was voor de ideale plek. En kost dat nou veel? Hoeveel geld kost dat? Hebben we daar een speciale bodem voor nodig? Ik weet het niet. Maar dat kan in zo'n burgeradviesraad allemaal weer gekomen. Het tweede onderdeel is. Vroeger zag S er hartstikke mooi uit. We hadden een mooi groen, werd keurig onderhouden. Maar S-naren werken in S. Het was dicht bij huis. En dat is de laatste 5 jaar is dat stukken minder geworden. Dat willen we ook naar voren brengen. Hele algemene vraag, die hoeft er ook niet op eigenlijk. Het gaat gewoon van, wat missen jullie in S? Nou, in jouw geval, een ontmoetingsplek voor de jongeren. En om samen. Ja, en het S-pumpje is er niet meer, momenteel. Nee. En dat is het gemis, of nog iets anders? Niet het gemis, maar een gemis. We hebben geen plek om samen te komen, om sociale contacten te onderhouden, of gewoon gezellig iets te doen. Is er nou momenteel niet. Behalve het voetbal dan op zondag, maar dat is één keer.
Op zondag zat ik merk de kantine, maar die is zaterdag ook weer dicht. Ja. Dus waar moet je dan heen? Of naar Boksel of ergens anders? Maar ik zou het liefst gewoon in S blijven. Mm-hmm. Dat is momenteel niet mogelijk. Gemeenschapshuis? Is een optie, maar of dat de ideale optie is. Voor jongeren niet zo, denk ik. Ik denk het niet. Nee, oké, dank je. De wensen voor S? De wensen voor S. Ik hoop gewoon dat de mensen allemaal gaan stemmen. En op welke partij maakt eigenlijk niet uit. Als ze maar gaan stemmen, want als er beslissingen genomen moeten worden over de zaken in S, dan is het belangrijk dat er gewoon mensen zijn die ter plekke op de hoogte zijn. Er wordt allemaal gesproken over het verkeer en drukte in de dorpsstraat. Laat dan ook mensen zijn die weten wat er werkelijk speelt. Er zijn zoveel oplossingen mogelijk. Er hoeft niet altijd externe deskundigen te zijn. Nee. Je zou bijvoorbeeld de drukte al een heel eind kunnen terugbrengen door ontsluiting van de Groenweg te verlichten. Maak gewoon een extra ontsluitingsweg vanaf de Rundwijk naar achter de kerk. Ja. Of van achter de kerk richting Leunendijk over de Kromakker. Verkeersbewegingen zijn denk ik 400 huizen. Als morgens die mensen vertrekken, s'avonds thuiskomen, dan zou je de druk in de dorpsstraat al heel eind verlichten. En dat kan alleen maar aangegeven worden door mensen uit het dorp zelf. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat echte mensen gewoon allemaal gaan stemmen. Dat vind ik belangrijk.